Goedemiddag, ik open deze procedurevergadering van de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid. We beginnen met de commissieregeling van werkzaamheden. Maar er zijn geen aangemelde punten, dus dan zijn we daarmee klaar. Agenda punt 2, onder wet en regelgeving. De implementatiewet, richtlijn, herstructurering en insolventie. Voorstel aanmelden voor plenaire behandeling. Ik kijk rond, de heer Sneller. Ik dacht dat we uit de strategische procedurevergadering een van de dingen was, we doen of een hamerstuk of een wetgevingsoverleg of plenaire behandeling. En ik dacht, ik doe het voorstel om dit als hamerstuk aan te melden. De heer Elian. Op zich begrijp ik dat voorstel. Even kijken. Maar ik verwacht dat wij wel een inbreng willen leveren bij dit wetsvoorstel. Ik snap dat we te laat zijn, maar ik vind daar ook van, daar kunnen wij niet zoveel aan doen. Dan moet de regering wat voortvarender zijn. Ja, de implementatie van de richtlijn, dat we daar als Nederland laat mee zijn. Nee, dat klopt, dat heb ik ook begrepen. Maar ook mijn fractie werkt op dit moment aan amendementen. Dus we kunnen dit niet als hamerstuk. Maar ik respecteer dat voorstel, daar moeten we zeker altijd naar kijken. Wensen jullie dan plenaire behandeling of... Elke zaal in dit gebouw is net zo belangrijk, toch? Dus dat maakt mij eens mij om het even. Dan kijk ik vooral ook naar de Griffie planwijze in, zou ik zeggen. Mijn persoonlijke nood zou dan zijn, als ik amendementen indien, vind ik het netjes om aan de behandeling mee te doen. En ik zit op maandag met een enquêtecommissie. Dus dat is voor mij een praktisch punt. Maar dat vind ik geen reden om voor jullie allemaal te blokkeren dat het geen wetgeversoverleg mag zijn. Als jullie echt aan mijn deelname, dan moet het niet op maandag. Maar dat is... We laten het verder aan de wijsheid van de Griffie, over zou ik voor willen stellen. We hebben dat besloten. Agenda punt 3. Introductie gecombineerde geslachtsnaam. Voorstel betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Ik zie geen bezwaar. Agenda punt 4. Tweede incidentoren-supplatorenbegroting in zaken de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Daarvan zou de suggestie kunnen zijn, maar ik kijk even rond, dat een hamerstuk zou kunnen worden. Ik zie de heer Brekelmans knikken. Ja, dat kan. Hamerstuk. Anderen voorstel bij 4 een hamerstuk. Akkoord? Dan melden we dat aan als hamerstuk. Agenda punt 5. Derde incidentele supplatorenbegroting in zaken de opvang van ontheemden uit de Oekraïne. Daarvan zou wellicht hetzelfde kunnen gelden. De heer Brekelmans? Ja. Ook daarvoor, dat merken we dus ook aan als hamerstuk. Ja, afgesproken. Ook agenda punt 5. Aangemeld als hamerstuk. Agenda punt 6. Wijziging samenhangende met de voorjaarsnota. Voorstel aanmelden voor plenaire behandeling. Iemand? Niemand? De heer Brekelmans? Nee, ik wil zeggen ook hamerstuk, maar dat is een grapje. Ik ga er niet over. Nee, dat... Maar het zou een serieus voorstel kunnen zijn. Ik kijk even rond. ChristenUnie zegt ook hamerstuk. Ja. Oké, niemand verzet zich. Dan melden we dat ook aan als hamerstuk. Agenda punt 7. Uitvoeringswet betekeningsverordening. Voorstel inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 september. Akkoord, zie ik. Agenda punt 8. Uitvoeringswet bewijsverkrijgingsverordening. Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 september. Dan is er een agenda punt 8a. Dat is namelijk een nagekomen voorstel van wet waarvoor ik mevrouw Bikker het woord ga geven. Ja, voorzitter. De collega's Ellemeet en Segers hebben een initiatiefwetsvoorstel invoering van het discriminator oogmerk als strafverzwaringsgrond ingediend. En dat was ook een verzoek aan de Griffie om te vragen om dat in te laten plannen voor een schriftelijke inbreng. En ik heb al even met de Griffie overlegd welke data er beschikbaar waren en die noemde 8 september. Dat vond ik een hele mooie datum, voorzitter, want dan ben ik jarig, maar dat terzijde. Dus dat is het voorstel. Het voorstel is om inbreng te leveren op de verjaardag van mevrouw Bikker. Kunnen we daarmee instemmen? Ja. Het wordt erg gewaardeerd. Ik weet niet hoe jouw verjaardagen thuis zijn, dat jij hier wilt zijn, maar ik ga er niks over. Het is een wet van de heer Segers, dus ik breng dat vrolijk met een strikker om aan een stukje taart en 4 uur verder. Dat is heel mooi. Dat gaat dus over... Wetsvoorstel 35709 en daarvoor spreken we dus af inbrengdatum 8 september. Dan hebben we het overzicht van wetsvoorstellen, wetgeversoverleggen en debatten en 30 leden debatten. Er zijn dus 5 te prioriteren wetsvoorstellen, waarvan de onderste 3 aangemeld zijn als hamerstuk. Dus hebben we er nog slechts 2 te prioriteren.
Van de bovenste hebben we net gezegd, wetgeversoverleg. Ja. Dus die hoeft niet ondergebracht te worden in het lijstje daaronder. Maar de introductie gecombineerde geslachtsnaam, daarvoor geldt wel. Voegen we die gewoon onderaan de lijst om andere prioriteiten niet te verdringen? Of heeft er iemand een ander voorstel? De heer Sneller. Voorkeur om het wel prioritair te maken. En dan moeten we ook afspreken op welke plaats dat dan komt. Want ik heb uit de vorige procedurevergadering onder andere begrepen dat er ook aan wordt gehecht om de wet die nu op 2 staat. Want 1 wordt vanavond al besproken. Ja, klopt. Oké, dus die op 2 staat. Daar is ook erg aan gehecht om die prioritair te maken. Dus wat zou het concrete voorstel zijn? Op welke plaats zou deze dan gezet kunnen worden? 2 staat hier op 2. Ja, en op 3 staat wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte. Dan deze op 3, voorzitter. Dan doe je deze op 3. En dan gaat die het voorstel is om deze op 3 te plaatsen. Kan iedereen zich daarin vinden? Zit hier snel aan nog puzzelen? Ja, je gaat van deze naar die. Ja, ja. Ja. Dan komt hij op 3. Ja. Dank u wel. Agenda punt 10. Toekomstagenda internationaal offensief tegen georganiseerde criminaliteit. Voorstel agenderen voor dat debat. Agenda punt 11. Toestemming voor deelname aan een openbaar gesprek voor kennisgeving aannemen. Agenda punt 12. PMJ. Ramingen, voorstel betrekken bij de begrotingsbehandeling JNV. De heer Elian. Dat is op zich prima. Ik vroeg me af, strafrechtelijke keten, is die al ingepland, commissiedebat? Dan is dit prima, want dan is dit sneller. Ja. Oké, dan laten we het zo. Agenda punt 13, rapportage TU Delft, monitor online seksueel beeldmateriaal. Agenderen voor het commissiedebat over seksueel geweld en kindermisbruik. Akkoord. Agenda punt 14, tussenbeslissing van de rechtbank Rotterdam. Naar aanleiding van Nederlandse uitreizigers. Voorstel agenderen voor commissiedebat over terrorisme. De heer Omtzigt. Ja, dank u. Ik zou wel reactie willen hebben, maar dat hebben we ook bij de regeling van werkzaamheden gevraagd, op wat nou het beleid is met die uitreizigers. En ook op het recente rapport van de Raad van Europa, waarin wordt gesteld dat EVRM artikel 8 niet altijd van toepassing hoeft te zijn. Dat is het recht op gezinsleven, dus de verplichting om ouders hier te laten komen als de kinderen er zijn. En daar een reactie op hebben. En het liefst eigenlijk binnen een week of 3, 4. Het voorstel voor een kabinetsreactie. Deels al gevraagd bij de regeling, maar nu nog iets nader geconcretiseerd, inderdaad. Okay. Ik zie je instemmend geknikt, dan gaan we dat vragen aan de regering. Dank u wel. Agenda punt 15, jaarrapportage van de functionaris gegevensbescherming van de passagiersinformatie-eenheid. Voorstel agenderen voor het commissiedebat over terrorisme en extremisme. Akkoord. Agenda punt 16, uitspraak Europees Hof van Justitie over de richtlijn in zaken Passenger Name Records, PNR. Voorstel agenderen voor het commissiedebat over terrorisme en extremisme. Ik heb daar zelf een voorstel, of het niet verstandig zou zijn, om dit in ieder geval DISA, Commissie Digitale Zaken, volgcommissie te maken, maar ook dit, nou ja, hen een suggestie te geven om dit ook te agenderen op het commissiedebat wat zij zullen hebben over bescherming persoonsgegevens. Okay. Ik weet niet, wij kunnen dat niet voor hen bepalen, hè, dat het op de agenda moet van dat debat. Nee. Dus daarom koos ik mijn woorden, probeerde ik zorgvuldig te kiezen. Maar misschien kunnen we. Dat was niet zo subtiel. Hoor. Nee, dat was totaal onsubtiel. We kunnen niet meer doen dan deze brief bij hen onder de aandacht brengen en zeggen, goh, misschien is het slim als jullie hier ook iets mee doen. Want jullie willen hem wel laten op bij dit commissiedebat. Want in principe is het gebruikelijk dat er 1 commissie voortouw heeft. Van mij zou het naar een andere commissie mogen, maar ik wil niet collega's de kans ontnemen om er ook bij dit debat iets over te zeggen. Dus dat was meer mijn voorzichtigheid hiermee. Ik zie niemand bezwaar maken of steun leveren, ook niet. Het is altijd lastig als je moet kiezen tussen de griffier en de voorzitter. Voorzitter. Maar volgens mij is het geen probleem als zij hem ook behandelen. We besluiten het te agenderen van het commissiedebat over terrorisme. Maar we brengen de brief ook onder de aandacht bij de commissie Digitale Zaken. En zij worden dan ook volgcommissie. Oké. Agenda punt 17. Reactie op een amendement die al betrokken is bij de stemmingen. Agenda punt 18, voortgang van de modernisering van het ondernemingsrecht. Voorstel agenderen voor het commissiedebat over civielrechtelijke onderwerpen. De heer Elian. Oh, ja, lijkt me dan goed, voorzitter. Volgens mij hebben we deze kamerperiode dit commissiedebat nog niet gehad.
Dus het lijkt me goed om die dan wel in te plannen. Maar mag november, december, kijk maar. Ik zie instemming. Zijn er andere opmerkingen of had u sneller dezelfde opmerking? Oké. Okay. Dan besluiten we daartoe. Agenda punt 19. Briefhouder de intrekking van het wetsvoorstel. Voorstel voor kennisgeving aannemen. Agenda punt 20. Reactie op de motie van de leden Snel en Van Ispen over de informatieverstrekking over de ambtelijke bijstand bij het opstellen van amendementen. Voorstel ter bespreking. Dan kijk ik naar de heer Elian. Oh ja, het is de motie van de heer Sneller, maar ik was het leidend voorwerp dat aanleiding was voor deze motie. De reactie van de regering stelt me eigenlijk best teleur, moet ik heel eerlijk zeggen. En biedt ook weinig vertrouwen dat je op een prettige manier als Kamerlid met het departement kan werken. Maar ik kijk graag even naar u, voorzitter, als indiener en naar collega Sneller. Maar breng de motie dan maar in stemming en dan moet de regering zich maar tot de uitkomst verhouden. Ik wil er gewoon van op uit kunnen gaan dat ik niet geconfronteerd word met... lekker wilde ik zeggen, maakt niet uit, maar dat de minister meteen geïnformeerd. Ik kijk naar de heer Sneller. Ja, ik aarzelde een beetje omdat ik aan de ene kant denk, het is nog niet helemaal uitgediscussieerd. Je zou nog een schriftelijk overleg moeten voeren. En aan de andere kant deel ik de sentimenten van de heer Elian. En dan is het maar duidelijk en dan kunnen we over de uitvoering nog een discussie hebben. Maar dan hebben we als Kamer in ieder geval een positie ingenomen. Daar zou ik me bij aan willen sluiten. Dan de heer Omtzigt. Ja, ik was ook verbaasd toen ik dat zag in de beslissnotes, ook dat het dan weer weggelakt wordt en zo. In principe hebben we hier een Kamervoorzitter voor. De Kamervoorzitter wordt gewoon tegen de regering zeggen, er liggen gewoon staande afspraken. En de staande afspraken zijn dat wij bijstand kunnen krijgen op een amendement. En dat waar dat amendement ook vandaan komt, coalitie of oppositie, maakt niet uit. Maar dat de minister daar niet over geïnformeerd wordt. En als er nota bene een beslismemo staat. En waar ik namelijk zo bang voor ben, is dat we nu een motie gaan aannemen. Dat er een beslismemo komt en gewoon een oplegmemo dat we dan weer niet zien. Ik bedoel, we gaan toch... Dat gaat toch een... Ja. De heer Sneller? Het is nog erger. De regering betwist ten principale dat een minister niet geïnformeerd mag worden. Dus de afspraak die de heer Omtzigt veronderstelt en ik eigenlijk ook veronderstelde, daarvan wordt het bestaan ontkend. En wordt sterker nog staatsrechtelijk beredeneerd dat vanwege de ministeriële verantwoordelijkheid het nodig is dat de minister wordt geïnformeerd. Maar als het zoveel discussie oproept, is het misschien goed om toch nog een kort schriftelijk overleg te doen. Kijk ook even naar de collega's. De Knops. Ik heb een andere appreciatie van die brief. Maar juist daarom lijkt het mij goed om dan een schriftelijk overleg te doen. Okay. We besluiten tot schriftelijk overleg. Zullen we de inbrengdatum wel na het reces doen, collega's? Ja. 1 augustus voor jullie. Voorstel inbrengdatum na het reces. Ja. Ja. Er wordt gezocht naar een geschikte datum. Oké, afgesproken. Agenda punt 21. Onderzoek naar de kwaliteit van het feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen. Voorstel agenderen voor het commissiedebat over uithuisplaatsingen. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik vond het een zeer opvallend uitkomst. En ik zou hier graag een schriftelijk overleg over willen voeren. En ik zou graag de inspecteur-generaal uitnodigen voor een gesprek. Een tweeledig verzoek, dus een schriftelijk overleg en een gesprek met de inspecteur-generaal. Oh ja. Ik kijk rond. Vergezeld met de auteur van het rapport natuurlijk, dus dan moet hij zelf weten wie die meeneemt. Ja. Maar dat nee. Ik kijk rond. Daar is geen bezwaar tegen. Sterker nog, daar is steun voor. Dan gaan we dat beide inplannen. Wat mij betreft mag het schriftelijk overleg snel of niet snel, maar het zou ook bijvoorbeeld de ene laatste week van het reces kunnen, zodat mensen die het nu willen doen, kunnen het nu doen en... Of je kunt het aan het einde doen. Dat ik niet iemand over de kling jaag. Ik kijk rond. Daar is ook geen verzet tegen. Dat kan ook. Gaan we dat doen? Dank u wel. Agenda punt 22. Reactie, analyse, CBS-onderzoek, inspectie, justitie en veiligheid. Voorstel agenderen voor hetzelfde commissiedebat over de uithuisplaatsingen. Waar we ook net al een besluit over hebben genomen. Sorry, wacht even. Doe ik nou iets fout? Want we hebben nou ook geconcludeerd tot een commissiedebat over uithuisplaatsingen. Nee, we hebben net geconcludeerd tot een schriftelijk overleg. Ja. Dus er komt nog geen commissiedebat. Wat doen we dan met 22? Nee, ik zou het op zich een goed idee vinden om een commissiedebat te gaan plannen over uithuisplaatsingen. Ja. En dan moeten we even overleggen met de heer Peters, omdat hij nog een debat heeft staan
zodat die dingen niet helemaal in elkaar lopen. Maar ik zou wel een commissiedebat uit huisplaatsingen doen, ja. De heer Verkuijlen? Ja, voorzitter, sluit ik me graag bij aan. Want volgens mij heeft de heer Peters inderdaad dit debat aangevraagd. Dat gaat ook al in de volle breedte. En als het mogelijk is, zou ik allebei die twee onderwerpen wel bij willen betrekken. Ja. Dus agendapunten 21 en 22. Ja. Dat lijkt me dan inderdaad logisch. De heer Knops? Ik neem aan dat wel in de volgorde eerst gesprek en dan debat, toch? Ja. Dat wel, okay. Dat, daar bevestigt iedereen. En nou is nog wel de vraag, of tenminste laat ik dan de vraag opwerpen of JNV inderdaad voortouwcommissie moet zijn. En VWS Volgcommissie, of dat het logischer zou zijn om dat om te draaien? Dat is nog een vraag die ik op wil werpen. Ik weet niet of daar een mening over is. De heer Verkuijlen? Wat mij betreft gewoon JNV als voortrekker. Dat had de Griffie overigens ook voorgesteld, dus dat was meer mijn vraag nog. Oké, dan hebben we dat besloten. Agenda punt 23. Monitoring, wetherziening ten uitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen. Wet USB. Voorstel agenderen voor het commissiedebat over strafrechtelijke onderwerpen. USB. 24. Buitengebruikstelling van voertuigen. Voorstel agenderen voor datzelfde commissiedebat. Agenda punt 25. Kabinetsreactie op de evaluatie van de KBVG. Voorstel agenderen voor het commissiedebat over juridische beroepen. Kort. Dan komen we bij de reeds geagendeerde stukken en brieven. Agenda punt 26. Aanpak opvang ontheemden uit Oekraïne. En dan wijs ik u even op het feit dat dit een brief is die al van 30 maart 2022 is. Maar er is een administratief eigenlijk iets fout gegaan. Maar dat maakt verder niet uit, want die is reeds betrokken. Dat concluderen we. Oké. Agenda punt 27, voortgangsbrief BOAS. Ja, mevrouw Michon. Ja, voorzitter. Het staat inderdaad, deze brief staat morgen op het commissiedebat politie. Ik had ook even contact met een collega over, maar er staat zoveel op dat commissiedebat morgen. Dat ik zou willen vragen of deze brief ook nog voor een volgend commissiedebat, of ik er dan ook nog een vraagje over mag stellen, want ik heb gewoon echt te weinig tijd. En hier staat ontzettend veel zinnige informatie in. Dus kunnen we hem in ieder geval dan ook nog een keer bij een volgend debat wat daar past toevoegen. Ja. Mag dat ook van jullie? Ja. Volledig. Ik sta er volledig achter. Sorry. Dat hoef je er geen sorry voor te zeggen. Mevrouw Bekker. Ja. Ja, voorzitter, steun. Ik kom me ook al voorstellen dat we juist een... Ik weet niet of het mandje openbare orde en veiligheid of iets meer het gemeentelijk domein bestaat. Want daar loopt het... Want ik heb zelf ook al... Ik merk dat ik als ik alles onder politie schaar, wat eigenlijk geen politie is, krijg ik ook een heel ander debat. Dus ik weet niet welke mandjes er bestaan. Maar het lijkt me heel zinnig om juist daar nog eens over door te praten. Nee, Knops. Andere optie, kunnen we wat meer spreektijd krijgen morgen? Dan kunnen we dat misschien ook accommoderen. Want ik wil het namelijk, ik ga het zelf morgen wel inbrengen. Dus... Zie diverse collega's met agendaproblemen morgen, want dat betekent niet alleen dat wij zelf lange spreektijd hebben, maar ook dat het hele debat uit gaat lopen. Waarbij het toch al een uitdaging zal zijn om zo'n commissiedebat binnen de 3 uur af te ronden. Maar het is een voorstel was zeer gewaardeerd, Knops, zie ik. De heer Elian. Nou ja, kijk, uitbreidingsspreektijd, voorzitter, kan als de collega's, ik zit er niet bij, dus makkelijk praten, afspreken, geen interrupties te doen. Dat doen wij bij andere commissie. Kan wel. Maar dat is het, dus ja, dit is... Dat lijkt me de orde van het debat die morgen door de voorzitter wordt bepaald. Nee. Nee, een debat zonder interrupties. Dat is een beetje als een zwembad zonder water. Het jongens. Lijkt erop. We kunnen snel naar de zomer nog even. Volgens mij moeten we het volgende. Ik ga het volgende voorstel doen. We laten het debat morgen voor wat het is. Deze brief blijft op de agenda van het debat van morgen, maar wordt ook toegevoegd aan een volgend debat. Waar we dan niet te lang mee gaan wachten om die weer in te plannen. Want daar zal zeker direct aanleiding voor zijn. Dus dan wordt deze nog een volgende keer ook ingepland. Oké. Agenda punt 28. Reactie op verzoek van het lid Azarkan over etnisch profileren. Reeds betrokken bij een commissiedebat. En dat geldt ook voor agenda punten 29, 30 en 31. Iemand daarover? Overigens ook voor 32, 33, 34, 35, 36, 37. Allemaal reeds betrokken. Iemand? 38 en 39. 37. Ja? Die kwam pas de avond voor het debat van de 30ste, zoals daar ook staat. En misschien kan die nog bij de volgende ook worden betrokken. Ik kijk rond. Dan gaan we dat doen. Ja, dank u wel.
38 en 39, iemand ook reeds betrokken of geagendeerd? Oké, okay, agendapunt 40. Fiche, verordening in zaken digitalisering visumprocedure. Voorstel agenderen voor het commissiedebat over JBZ. Akkoord. Agendapunt 41. Voorstel over het aanmerken van overtredingen van EU-sanctiemaatregelen als EU-misdrijf. Voorstel agenderen voor het commissiedebat over de JBZ. Akkoord. Agendapunt 42. Brief over de overname van het wetsvoorstel waarvan we net de inbrengdatum hebben vastgesteld. Dus die nemen we voor kennisgeving aan. Agendapunt 43. Overzicht commissieactiviteiten. Het overzicht. Heeft iedereen dat bij de hand en heeft iemand daar een opmerking over? De heer Sneller. Ik heb plenair nu een aantal keer geen steun uitgesproken voor een debat onder verwijzing naar het volgende commissiedebat gevangeniswezen en TBS. Alleen, het stond er nog niet bij, kwam ik achter. Dus misschien is het goed om dat op een gegeven moment in het najaar ook in te plannen. Ik dacht eigenlijk dat we een aantal van dit soort onderwerpen gewoon in een soort cyclus hadden zitten. Maar ik weet niet helemaal wat daar de afspraak nu is. Voorstel is om het commissiewezen en TBS weer in te plannen. Lijkt mij een goed voorstel. Als de brief over DI er is, zei mevrouw Bikker. Ja. Waarin de zomer op gepuzzeld gaat worden. Ja, voorzitter. De minister gaf net aan dat er in de zomer gepuzzeld gaat worden op een brief die wat verder kijkt voor de DI en voor het gevangeniswezen ook. Dus ik kan me voorstellen dat we hem in ieder geval daarna inplannen. Ik zing, voorzitter. Mijn voorstel zou zijn tussen Prinsjesdag en de begroting in. Kunt u zich daarin vinden? Dus bijvoorbeeld in de maand oktober. Ja. Maar goed, we laten dat aan de griffieren over. Andere voorstellen nog over de stafnotitie over de commissieactiviteiten? Dat is niet het geval. Dank daarvoor. Dan zijn we bij de rondvraag aangekomen, waarvoor geen punten zijn aangemeld. Is er iemand die iets heeft voor de rondvraag? Mevrouw Michon? Ja, voorzitter, we hadden met de commissie even per mail ook deze week het een en ander langs. En dat ging onder andere een aanvraag van de heer Van Nispen, SP, over een rapport dat hij ook morgen zou willen betrekken bij het debat. En ook even de strategische PV in ons achterhoofd hebbend. Hoopte ik nog even met elkaar hier ook de afspraak te bevestigen dat wat er op de convocatie staat, zeg maar, dat dat dan de stukken zijn die in ieder geval, iedereen is natuurlijk vrij aan ieder om iets te vragen of te doen, maar dat we dus afspreken wat op de convocatie staat, dat dat dan in het debat is. Want we krijgen ook gisteren nog weer contouren van een visie en er komen, blijven maar stukken komen, waarbij ik nog wilde afspreken hier van, klopt het dat wat op de convocatie staat inderdaad onderwerp van het debat is? Anders krijg je altijd zo'n debat waar sommigen al met de meest recente brief vraag anderen nog niet hadden dat ook graag willen doen, komt het weer terug. Dus dat wilde ik hier nog even ter sprake brengen. Meneer Knops. Ja, ik zou van iets andere kant willen aanvliegen, want kijk, zo'n debat over een bepaald onderwerp is bekend. En wij mogen ook verwachten van de regering dat ze op tijd de brieven sturen. Daar hebben we een paar procedurevergaderingen geleden afspraken over gemaakt. En nu is het zo, hij wordt pas geagendeerd voor een debat als hij hier binnen is. Ja, dan krijg je dit soort rare dingen. Want je weet, het volgende commissiedebat is pas over een aantal maanden. Dus dan is een verzoek op zich heel legitiem. Maar de voorzitter zou daar nog over terugkoppelen, geloof ik. Dus niet de acting voorzitter, maar de echte voorzitter over het gesprek wat hij daarover zou hebben. Dus misschien dat we dat daarbij kunnen betrekken. Want dat is namelijk, ook vanuit het departement weten ze gewoon wanneer die debatten zijn. En ik wil ook niet op het laatste moment een brief krijgen als dat niet nodig is. Ja, na de zomer staat ook een gesprek met de winstpersonen ingepland waar dit aan de orde zou kunnen komen. Dank. Zijn er nog andere punten voor de rondvraag? Overigens merk ik op dat die gevraagde brief er niet is, het onderzoek, maar dat even terzijde. Nee. De heer Omtzigt. We hebben een extra richting van werkzaamheden gehad en ik ben wel benieuwd wanneer wij die brief tegemoet kunnen zien over wat er precies gebeurd is in Heerenveen. En ik zou het wel fijn vinden als de regering in ieder geval een eerste inschatting kan maken over het proces. Ik snap dat we echt geen rapport gaan krijgen wat er gebeurt. Dus daar zal gewoon een grondig rijksrechercheonderzoek nodig zijn. En dat vind ik ook niet spannend. Maar gezien de gespannen situatie zou ik het op prijs stellen om daar binnen één of twee dagen wel een procesbrief over te krijgen. Hoe daarover verder gegaan wordt en ook wat de instructies ongeveer zijn. De heer Knops.
Ja, ik wil even opmerken dat dat ook bij die TBS'ers gebeurd is. Hè. Toen is er ook meteen de dag erna een brief gekomen waarin lang niet alles staat, maar wat gemeld kan worden wel. Dus u spreekt steun uit voor het voorstel van de heer Omtzigt. Ja. Dat doe ik zelf ook namens de SP. Anderen erover? Mevrouw Michon? Vind ik een goed idee. Ik denk dat er nog heel veel vragen onbeantwoord blijven. Maar ik ben het eens wat je kan doen en hoe dan het verder gaat. Is goed om dat te weten. Ja. De brief wordt gevraagd. Dank u wel. Dan kunnen we naar de brievenlijst. Pagina 1, daar staat ter bespreking... Even kijken, het is nog openbaar. Ja. Ter bespreking een brief van een derde. Ter bespreking, iemand daarover? Ja. Moet geen namen noemen. We zouden dit over kunnen laten aan individuele leden, tenzij iemand een ander voorstel heeft. Ik zie nog niemand met een ander voorstel komen. Overlaat aan individuele leden. Iemand anders nog op pagina 1. Dan op pagina 2. Daar staat in ieder geval een verzoek van de ambassade van Noorwegen. Het verzoek om een gesprek. Ter bespreking. Het staat... Dus, De vaste commissie justitie van het Noorse parlement is op werkbezoek in Nederland en wil graag kennis maken. Nou, dan is er maar één antwoord mogelijk en dat is ja, we willen een gesprek. Want wij willen ook graag ontvangen worden als wij naar Noorwegen gaan en wat willen weten. Ja, ja. Maar hij heeft zich niet één lid aangemeld. Dan voeg ik me er als tweede lid bij. Ik ben geen lid. Mevrouw Moedelberger, die knikt ook. Ik zie meerdere leden nu zeggen, hier zullen we zeker op in moeten gaan. En dan doen we ook een beroep op de leden om zich aan te melden voor het gesprek. Want anders dan zeggen we nu ja. En als er dan te weinig mensen zijn, dan staat dat ook lelijk. De heer Brekelmans? Ja, één ding. We hadden laatst ook Oekraïners op bezoek. En die hebben we ook ontvangen. Maar die kwamen vrij laat met hele specifieke vragen. En dat... was denk ik voor ons wat onbevredigend, omdat we niet alles konden beantwoorden, maar ook voor de Oekraïners. En ik kan me voorstellen, als dat nu weer geldt, dan kijken wij namens de VVD ook even wie heeft hier het meeste expertise en is dan namens ons bij. Dus ik zou wel willen verzoeken om ook de vraag te stellen waar willen zij het specifiek over hebben. Dan kunnen wij dat ook beter matchen. Dat was eigenlijk precies wat ik wilde voorstellen. En daarna mag de Griffie wat mij betreft ook een heel klein beetje directief zijn als ze weten wie hier gewoon de expert op is, dat die twee of drie Kamerleden, en de volgende keer is dan iemand anders het bokje. Maar ja... De eer, u bedoelt, dan is het, heeft iemand anders de eer, inderdaad. Dan heeft iemand anders de enorme eer om het te doen. Maar helder. Ik bedoel, dit is wel heel verstandig, want dan kun je gewoon antwoorden geven op het onderwerp waar het over gaat. Er zijn wijze voorstellen gedaan en dat gaat ook georganiseerd worden. Waarvoor veel dank. Iemand anders nog op pagina 2 van de brievenlijst? Dat is niet het geval. Dan voordat ik het openbare gedeelte beëindig... Wil ik nog een keer heel hartelijk bedankt zeggen tegen alle mensen van de Griffie. De ondersteuning, de staf die ons er altijd het werk weer mogelijk hebben gemaakt zo het afgelopen jaar. Dat zeg ik omdat dit de laatste procedurevergadering is voordat wij op zomerreces gaan. Dus ik wil daar jullie heel hartelijk voor bedanken. En ik de spreematuur, want we gaan nog minstens een hele dag door. Maar ik wens jullie alvast allemaal een heel fijn zomerreces toe. Dan sluit ik hiermee het openbare gedeelte van deze procedurevergadering.